Een hele boterham. Oké, curieus. Oké. Ik ben er klaar voor. Zeg. Beste madame, kunnen jullie de naam van het programma niet veranderen? Toepasselijker zou zijn de viswijven. Ja, dat snap ik wel. De presentator zijn interesses, flauwe en belegen grappen, onbenullige rubriekjes, leukige montages over non-items lijken wel rechtstreeks van een regionale vrije radio te komen. Inclusief zijn bekakt en hoor eens wat een slimpie ik ben toontje. Ja, sorry voor alles. Hij is niet geliefd, behalve door kalven, kippen en eikels. Xavier Taverne zegt in het laatavondjournaal dat ze maar 5 minuten nodig hebben gehad voor zijn gezicht te schminken. Ik kan daar maar 1 ding op zeggen, ze hadden beter wat langer bezig geweest. Al die lelijkert van het scherm. Hey, over smaken en kleuren kan je niet discussiëren. Wegstappen is ook een optie. En sorry, dat zo lelijk. Jullie hebben fantastische DJ's, met uitzondering van Dorian Ausems. Yes! Ik zie dat dit jaar ook weer Kamal Karmach geprogrammeerd staat voor de eindjaarsconferentie. Omdat hij vorig jaar zo goed was. Vraagteken, 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 vraagteken. Niet echt, hè. Ziet er een lieve man uit? Ah, dat is al goed. Daar niet van. Maar men kan hem moeilijk vergelijken met Geert Hosten. Zwaar, mijn BMI is ook dubbel zo hoog. We worden niet goed als we zijn gezever aan moeten horen. Daarbij mag hij ook wel iets aan zijn uiterlijk doen. Vieze, lange haren, onder andere. Stuur hem naar de kapper. Lucas, waarom zou je dit soort dingen insturen? Sorry, maar het is toch zo? Dan stuur ik hier naar de klachtendienst. Okay. Ja. Zou u niet wat kunnen doen aan de haardracht van mevrouw Taspinaar? Zoveel haar belemmert het zicht op het nieuws waarover zij probeert verslag te doen. Ja, ik probeer inderdaad. Mijn haardracht is ook iets dat mij zorgen baart, elke ochtend. Dat is al een paar jaar dat de kijkers opgezadeld zitten met dat vuilgebekte niemendalletje die niets anders kan dan negatief reutelen en in vele gevallen pure beledigingen uitbraken. Af en toe ben ik wel heel vriendelijk, hoor. Ik ben echt een fan van het Eurovisie Songfestival. Maar soms is het ook gewoon niet goed en dan mag je het ook zeggen. Ik geloof dat ze voor de uitzending drugs neemt. Ik word er hypernerveus van. Haar enthousiasme is zo groot dat ze blijkbaar geen seconde kan stilzitten. Een trappist kan misschien een oplossing bieden. Ik lust geen bier. En nee, ik heb echt voor de uitzending heb ik nooit drugs genomen. Ze zou beter een boekhouderprogramma presenteren ergens om 4 uur de dinsdagnacht. Ik hoop dat ze snel van het scherm verdwijnt. Ik vind dit constructieve kritiek. Dank u wel. En wordt er over hem zijn naam nooit iets gezegd? Dat dat te lang staat of zo? Zeg het gewoon de volgende keer. De volgende keer zal ik het zeggen.